Welkom bij Sir Winston. Een bijzondere gebeurtenis, een drankje op het terras of heerlijk bij ons dineren. Tot ziens bij Grand Café De Halve Maan naast Casino Rijswijk. De club is het partycentrum met maandelijks terugkerende feesten. De locatie voor al uw evenementen. Tot ziens bij Sir Winston Club, boven Grand Café De Halve Maan in Rijswijk. Welkom bij Haaglanden Voetbal Weekend. In deze aflevering Edwin Grunolds tevreden over het resultaat van Westlandia in het Haaglanden Voetbaltoernooi in de Sir Winston Cup. Zware klus voor Ben van Dam met HBS. En John Blok over het seizoen van Scheveningen tot nu toe. Zondag derde divisionist Westlandia bereikte deze week de tweede ronde van het Haaglanden Voetbaltoernooi om de Sir Winston Cup. De Naaldwijkers wonnen de grote beker al twee keer. Nu werd in de eerste ronde tweede divisionist Scheveningen met 3-0 opzij gezet. Door treffers van Brendan Tighem, Steve van Kesteren en Melvin Vissers. Westlandia kwam op de hoge bomen al snel op voorsprong. Brendan maakte 1-0. En toen zag ik dat het vertrouwen gaf. We hebben goed positiespel gespeeld. Ik had voor de wedstrijd ook een beetje bekeken weer hoe hun speelden. Zie je dat hun moeilijk te kloppen zijn in de diepte. Maar op het moment dat je positiespel speelt op middenveld met de buitenspelers naar binnen, hadden ze vandaag best wel moeite mee. Hun misten ook wat, maar wij ook, denk ik. Over het algemeen waren het toch een serieus ploeg op veld. Scheveningen in goede vorm. Wij wisselend, goed, slecht. Topwedstrijd erbij, maar vandaag was het echt van een heel goed niveau. In de tweede helft probeerde Scheveningen nog wat terug te komen in de wedstrijd. Het kreeg ook kansen, maar het stond achterin goed bij Westlandia. Ja, nee, je ziet gewoon als je diepte van Rog weghaalt en de samenwerking met Mehmet, ja, dan is het voor je lastig. Ze kregen nog wel kansen in de diepte, je moet een beetje let zijn, maar we hadden ons goed voorbereid en de speelwijze was duidelijk. Dus, en de jongens voerden het vandaag goed uit, want anders zou je zeggen, kun je dat niet elke week doen. Maar vandaag was de combinatie Scheveningen, wij en ik als trainer hebben we het verschil kunnen maken. De volgende tegenstander van Westlandia in het toernooi is Vitesse Delft. En die ploeg was in 2017 de tegenstander in de finale, destijds op het veld van SVC 08. Ja, in een hele hete zomerdag, ja, dat weet ik nog wel. Ja. Ik weet nog niet zoveel van Vitesse Delft, dus gewoon weer een lekkere wedstrijd voor ons. Je ziet jongens fit worden, ook jongens die weggaan bij de club blijven toch 100% inzetten. Dus te waarderen. HBS zette deze week hoofdtrainer Marcel Koning aan de kant. Zoals dat heet, in goed onderling overleg. Ben van Dam, op Kraaienhout al actief als lid van de TC, schiet de club te hulp. Wel met de restrictie dat als de club erin slaagt nog iemand anders te vinden om het seizoen af te maken, hij direct weer terugstapt. Ben van Dam dus komende zondag op Kraaienhout op de bank bij HBS in de thuiswedstrijd tegen OS 20. Westlandia speelt uit en wel bij Tech in Tiel, de ploeg die nog steeds kans heeft op de titel. En Kwik gaat in Brabant op bezoek bij Blauwgeel 38. In de tweede divisie heeft Scheveningen nog 8 duels voor de boeg. Komende zaterdag komt Jong Vitesse op bezoek op Houtrust. Trainer John Blok over zijn ploeg dit seizoen tot nu toe. Nou, na de winterstop doen we het fantastisch. Als je de ranglijst na de winterstop op zou maken, dan staan we zelfs tweede. Dus we hebben denk ik voor elkaar gekregen op een korte tijd ons bijna veilig te spelen. Natuurlijk moeten we nog wel wat punten halen en niet te vroeg juichen. Maar we zijn wel een heel eind op weg nu. Scheveningen promoveerde vorig seizoen via de na-competitie naar de tweede divisie. En het verschil tussen die tweede divisie en derde divisie is enorm. Ja, dat verschil is enorm. Maar des te knapper is de prestatie van de jongens. Want ja, eigenlijk is er natuurlijk niet zo heel veel bijgekomen. Hè. Zeker in de basis niet. Ja, als je dan 8 wedstrijden voor het einde
bijna veilig speelt, dan is dat heel knap. Maar het verschil is groot. Het tempo ligt echt veel hoger. Meer media-aandacht. Dus buiten het veld is het ook anders. Ja, het heeft mij positief verrast, laat ik het zo zeggen. Zaterdag komt zoals gezegd op Houtrust op bezoek Jong Vitesse. En die ploeg behaalde uit de laatste 3 wedstrijden 9 punten. En vaak veel wisselingen bij zo'n belofte team. Ja, Vitesse speelt wel redelijk veel met dezelfde spelers hoor. Dat, al hebben we wel de pech dat ze precies tegen ADO spelen zaterdag. Dus ze zouden nog wat door kunnen schuiven. Maar het is een goede ploeg. Een hele bewegelijke ploeg. Met hele handige jonge ventjes allemaal. Dat hebben de meeste jong BVO's wel. Maar ik vond Vitesse toch wel eigenlijk de beste van de 3. Dus ja, we kunnen ons borst nat maken. Hè. Zeker als je ziet dat we Levi Zwiebe nog missen. Liro Rezi de Hacho missen we zaterdag. Dus vooral op het middenveld, verdedigend gezien, is het even puzzelen. In de uitwedstrijd van Scheveningen, destijds op Papendal tegen Jong Vitesse, ging het vooral mis in de slotfase van de wedstrijd. Ja, we kregen de eerste helft die kans wel tegen, maar het was onnodig. Een gelijkspel had daar zeker wel in gezeten. Dat echt gekund. Dus ja, voor zaterdag moet dat kunnen. Wij zijn gegroeid, dat zal Vitesse ook wel zijn. Maar ja, goed, we gaan in ieder geval proberen die 3 punten weer binnen te halen. Tot zover de wedstrijd van komende zaterdag thuis tegen Jong Vitesse. Maar Scheveningen is natuurlijk ook al bezig met het volgende seizoen. Leroy Rezio Di Hacho gaat naar Smitshoek. En het is nu jammer dat een speler als Robinson vertrekt van Houtrust. Nee, dat is jammer. Tuurlijk is dat jammer. Hè? Brendan is een goede speler. Fijne gozer ook. Ja, dan zullen we op zoek moeten naar wat nieuws. Ik heb dat al eerder gezegd. Van sommige jongens weet je dat ze heel lang bij de club gaan blijven. Nou, bij Brendan hadden we vrij snel door dat dat niet zo zou zijn. Die heeft nog ambitie om hoger op te gaan. Was al eerder sprake van belangstelling uit het buitenland. Wij wilden een stage ook lopen, dus dan weet je dat zo'n jongen daar nog mee bezig is. Alleen wij waren al vrij ver met hem in de onderhandelingen. Ja, dan reken je daar niet meer op. Maar het is hem van harte gegund. Het is een mooie club. En ja, wij zullen best een goede spits weer krijgen. En dat wachten we dus af. Tot zover Haaglanden Voetbal Weekend. Veel kijk- en voetbalplezier. Bedankt voor uw aandacht. Graag tot de volgende keer.